Medisch Centrum De Kolk aan de Bonnebroekse straat herbergt sinds dinsdagavond Longpunt Almelo. Het 64ste longpunt van Nederland werd feestelijk geopend. Naar aanleiding van een bijeenkomst van het longpunt in Enschede. En toen merkten we eigenlijk dat er ook in Almelo behoefte was aan het start van een longpunt. Omdat het voor geografisch en ook met name in de afstand voor astma- en COPD-patiënten eigenlijk wel heel erg ver was Enschede. We kunnen hier in Almelo prima een bijeenkomst organiseren. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij hier een longpunt hebben geopend. Wat houdt een longpunt eigenlijk nu in? Longpunt is eigenlijk puur een bijeenkomst, 4 avonden per jaar, voor mensen die zich betrokken voelen of lijden aan een longziekte. Dus het kan astma zijn, COPD zijn, sarcoidose of andere longziekten. Eigenlijk dus iedereen die betrokken is bij een patiënt die longziekten heeft. Mantelzorgers, partners of verzorgenden van een patiënt, maar natuurlijk ook de patiënt zelf. Ja. Hoe vaak zijn er bijeenkomsten? Wij proberen 4 maal per jaar een bijeenkomst te organiseren. 2 in het voorjaar, 2 in het najaar. Buiten de vakanties om proberen we dus eigenlijk 4 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. Met allemaal verschillende sprekers, dus elke avond biedt weer wat anders. Bij COPD zijn de bronchiën beschadigd en altijd ontstoken. Men noemt dit ook wel chronische bronchitis. Eerst accepteren dat je de ziekte hebt. Is dat herkenbaar? Ja? Hoe krijg ik dat voor elkaar dat mensen het accepteren? Zegt u het eens, wat moeten wij als hulpverlener doen om mensen hun ziekte te leren accepteren? Dus dat je erachter moet komen, misschien wat het voor mensen de moeite waard maakt om er zelf voor te gaan. Om zelf dat stukje organisatie en dat stukje inspanning te willen verrichten. Er zijn al in 63 plaatsen in het land zijn al longpunten. En vorig jaar mocht ik ook een keer een verhaal houden in Enschede. En zag hoe enthousiast het publiek, de patiënten waren. Om toch meer kennis te krijgen met elkaar over een ziekte te praten. Dat enthousiasme dacht ik van kom, dat moeten we in Almelo ook doen. Waarom is een longpunt belangrijk voor mensen met een longziekte? Omdat ik denk dat als een longpatiënt van een andere patiënt hoort hoe die met dingen omgaat, het meer effect sorteert dan dat je als hulpverlener voor elkaar krijgt. Ja. Zijn er veel mensen met longziekte in Almelo? Ik denk het wel, ja. En Almelo is natuurlijk een gemeente met een lagere sociale klasse. Er zijn veel COPD'ers, er zijn veel rokers. Ik denk dat het een gebied van Nederland is waar veel longziekten zijn. Groningen heeft veel, Twente heeft veel longziekten. Ja, het is toch de textiel, de rook. Dat heeft geen goed effect gehad. En nou, als u een advies mocht geven, heel gewoon algemeen, wat zou u dan zeggen tegen de mensen? Tegen de mensen, ja, eigenlijk tegen de jeugd. Van begin niet met het roken. En de scholen zorgen ervoor dat je een rookvrij schoolplein hebt.